Ik heb denk ik een heel constante wedstrijd gereden. Niet in de uitslagen waar iedereen mij in verwacht, maar toch wel steken nog als beste Nederlander. En als beste Nederlander gefinished voor de jonge generatie. Dus ben ik eigenlijk wel heel erg trots op mijn 49 jaar. En dan maakt dat zeker bij de finish van de proef straks, maakt toch wel even iets binnen in je los. En dan heb je toch wel even een momentje dat je denkt van, shit, ik doe het toch wel maar weer. Vorig jaar was je heel stellig, dit is mijn laatste Dakar. Wat is het nu? Nou, dat soort uitspraken doe ik niet meer. Ik kan er zeker niet op terug afgerekend worden. Anders was je zoals Heintje Davids, die elke keer afscheid neemt en elke keer weer terugkomt. En dat wil ik niet zijn. Vorig jaar was gewoon door een samenloop van omstandigheden dat ik zeg van, jongens, ik ben er klaar mee, ik hou hem op. En dan zie je dat ik toch nog wel mijn eigen weer sterk heb kunnen maken, dit jaar terugkom. En gewoon een Nederlands klassement ga winnen hier.